euro dus geeft aan Ronald voor 2 euro. Ik ben verwacht dat we het krijgen dus. 1 euro. Uilenhartjes, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dus de uilenhartjes is een familie die kweekt met mijn uilen en informatieve dagen geeft voor jeugd, natuurwaard, voor scholen, voor, ja, voor iedereen wat wil zeggen als het ware. Is het een hobby of is het werk? Het is uit de hand gelopen hobby, echt uit de hand gelopen hobby. En hoeveel tijd gaat er nou in zitten per week? bijna dag en nacht, voor ons in ieder geval. Dus je kan niet meer op vakantie? Nee, maar daar geven wij ook niks om. Ik steek liever in de vogels als op vakantie gaan. Is het geen beschermde vogel? Jawel, ze zijn beschermde vogel. Over alle vogels waar wij mee kweken, zijn wij ook verplicht een gesloten ring aan te doen en bij het ministerie papieren voor aan te vragen. Maar is dat niet moeilijk? Want iedere uil eet toch wat anders, of niet? Bijna al eten ze allemaal hetzelfde. Alleen de grotere zullen wat ratten en zo bij eten en de kleinere wat gewoon muizen. En ja, ze krijgen bij ons kwartels, duiven, noem maar op. Alles wat knaagdier betreft en gevogelte, dat krijgen ze bij ons. Gewoon gevarieerd, daar houden we zelf ook van. Zijn het verse, levende beesten wat ze krijgen? Nee, wij mogen hier in Nederland niet met levend voer voeren. Ze zullen misschien, als er een keer een muis door de kooi heen loopt, die zullen ze toch denk ik wel een keer proberen te pakken, denk ik. Maar ja, ze zijn het gewoon gewend. Hoeveel soorten uilen heeft hij eigenlijk? Op dit moment hebben we 34 verschillende soorten. Europese oes, het is Siberische oes, Afrikaanse oes, briluilen, steenuilen, bosuilen, verschillende soorten. En Laplandsuilen, Oeraluilen. Dus dat is de kleine indicatie wat we op dit moment hebben. Hoeveel tijd besteedt u er eigenlijk aan? Nou ja, de maquette van de markt heb ik 2,5 jaar op gewerkt. 4 tot 5 uur gemiddeld per dag. Dus ja, tel maar uit hoeveel uren dat zouden zijn. Ja. Maar hoe start u ermee dan? Begint u met een fotootje? Ik heb van al die panden heb ik alles opgemeten. Ik heb heel veel foto's gemaakt. En ja, vervolgens dat thuis uitgewerkt van hoe groot dat de raam is, hoe groot een deur is. Ja, hoe groot de gevel is, ja, en dat verder thuis uitwerken. Heeft u daar een studie voor gevolgd? Nee, helemaal niet. Het is uit de modeltreinenwereld gekomen eigenlijk. Het is een hobby, maar wel een beetje uit de klauwen gelopen. De investeringen zijn natuurlijk al best veel. Om het in geld uit te drukken, ja, is heel moeilijk. Zou dit niet gewoon in een museum van Sittard Geleen moeten staan? Er zijn al uitspraken over geweest. Alleen, ja, dat zal dus aan de hoge heren de beslissing zijn natuurlijk. Hè. Heeft u daar al contact mee gehad? Ik heb de stadsarchivaris hier gehad. De burgemeester heeft het gezien. De wethouder Noël Lebes heeft het gezien. Een aantal mensen van de gemeenteraad hebben het gezien. Maar of er verder iets mee gedaan wordt, ja, om er mee te blijven leuren of zo, daar begin ik niet aan.